deze aflevering van Hardware TV. Een eerste blik op Windows Phone 8. Welkom bij Hardware TV. Microsoft introduceert vandaag Windows Phone 8. En we hebben het eerste Windows Phone 8 toestel al in huis, de HTC 8X. En dat gaf ons in ieder geval de mogelijkheid om alles lekker te gaan experimenteren met dat nieuwe besturingssysteem. En één ding is zeker, het is duidelijk een stap vooruit op Windows Phone 7.5. Ja, het lijkt er nog wel heel erg op, want we hebben hier een Windows Phone 7.5 toestel naast de HTC 8X met Windows Phone 8 liggen. Dus ja, je ziet het is allebei zo'n startscreen met tiles, maar toch is wel het een en ander veranderd. En wat je meteen al opvalt is dat je nu meer soorten tiles hebt, want vroeger had je vierkantjes, grote vierkanten en langwerpige hoekjes. En nu heb je nog een maatje erbij, namelijk kleinere vierkantjes, zodat er gewoon wat meer op je scherm past. Ja, dus dat is uiteraard niet het belangrijkste verschil, maar wel een belangrijke en wel een... Meest in het oog springende. Wel het meest in het oog springende, ja. Nou, die tiles, dat blijft natuurlijk het verhaal van Windows Phone 8 en tegenwoordig ook van Windows 8. Die tiles die je op je startscherm zet, dat kunnen links zijn naar programma's, naar apps die je installeert, maar het kunnen ook zogenaamde live tiles zijn. En dat betekent dat programma's eigenlijk al informatie op zo'n tegel kunnen zetten. Je e-mailprogramma toont op de tegel hoeveel e-mails je hebt of wat de laatste e-mails zijn. Je WhatsApp-tile laat zien hoeveel nieuwe berichten je hebt. Een foto-tile laat de laatste foto's die je hebt gemaakt zien. En ga zo maar verder. Ja, het is nou in principe wat we nu ook op de desktop zien. En daarachter zitten al die hubs, van zoals Microsoft dat noemt, waarvan de belangrijkste de People Hub is. En zo'n hub dat voegt eigenlijk informatie over een bepaald onderwerp samen. Ja, in die People Hub zie je dan eigenlijk alles wat met mensen te maken heeft. Dus dat is enerzijds je oude contactenlijstje, dus gewoon iedereen die je kent. Maar bijvoorbeeld ook de Facebook en de Twitter en de LinkedIn updates van iedereen die je kent. En ja, ga zo maar door alles wat met mensen te maken hebt. Zo heb je ook een fotohub waar je zelfgemaakte foto's bij elkaar komen, maar ook foto's die je op Facebook hebt gezet, ook je foto's op SkyDrive, een muziekhub en nou, ga zo maar door. En zo probeert Microsoft eigenlijk alle data die een beetje hetzelfde onderwerp heeft op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen. Ja, het is gewoon een andere insteek dan wat iOS en Android doen, waar je eigenlijk voor elke functie een aparte app hebt. Voor Facebook een app, voor Twitter een app, voor contacten een app. Hier zit dat allemaal in die hub samengebracht. En ja, het is even wennen, maar het werkt op zich wel heel erg prettig. Ja, nou, we zijn altijd op die tiles met verschillende maten na Windows Phone 7.5 en Windows Phone 8 heel erg op elkaar lijkt. Maar dat is aan de buitenkant, want aan de binnenkant maakt Windows Phone 8 eigenlijk gebruik van dezelfde kernel, dezelfde core als de nieuwe Windows 8 versie. Ja, terwijl bij de vorige versie, dus bij Windows Phone 7.5, was dat nog Windows Mobile, dus eigenlijk de oude versie. Het voordeel van het gebruik van die nieuwe kernel, die eigenlijk voor het grootste gedeelte wordt gedeeld met Windows RT, is dat het gewoon veel makkelijker is om apps te porteren. Dus die nieuwe Metro apps of de Modern UI apps, die kunnen straks geprogrammeerd worden voor de desktop Windows en voor Windows RT en heel makkelijk geporteerd worden naar Windows Mobile. Ja. Dat is wel een van de grote voordelen. Het is ook zo dat... Een voorbeeldje bijvoorbeeld dat developers die voor 3D games maken, die maken op de desktop gebruik van DirectX, van Direct3D. En diezelfde functies die je daar gebruikt, kun je ook op de smartphone gebruiken. Dus eigenlijk is het heel simpel om een game die al voor Windows 8 de desktop en laptops en de tablets hebt gemaakt, ook op telefoons beschikbaar te maken. Je hoeft niet allemaal nieuwe shaders te gaan bedenken en al dat soort moeilijke dingen. Dat is uiteraard wat ingewikkelder als gewoon op de knop drukken. En je hebt ook een Windows Mobile versie, want de hardware is natuurlijk wel heel anders. Het is nog altijd ARM gebaseerd. Wel veel sneller als het voorheen was, want die vorige generatie die werkte eigenlijk alleen maar met van die Snapdragon S3 Qualcomm processor, single core. Nou, dat is niet het meest moderne. Windows Phone 8 kan tot 64 cores ondersteunen en werkt met de Snapdragon S4 processors op dit moment, dual cores. Nou, dat is echt razendsnel. Deze telefoon vliegt echt door het besturingssysteem heen. Ja, wat ook een voordeel is, is dat Windows Phone 7.5, dat zat eigenlijk nog vast aan een, tegen huidige standaarden, vrij lage standaard resolutie, 800 bij 480 pixels. Windows Phone 8 ondersteunt wel HD-schermen. En dat zien we ook al bij deze HTC 8X. Ja, deze HTC 8X die is 1280 bij 720. De andere resolutie die mogelijk is 1280 bij 768. Dus dat is een wat minder langwerpig scherm. Helaas wordt Full HD niet ondersteund. Ik bedoel, bij Android zien we dat ook nog niet op telefoons, maar gaat dat er waarschijnlijk wel binnenkort aankomen. Terwijl Windows Phone 8 blijft dus beperkt tot maximaal 1280 bij 768. Al is dat uiteraard ook gewoon prima. Ja. Een van de vele nieuwe dingen is een goede ondersteuning voor Near Field Communication, ofwel NFC. En dat zit echt op verschillende plekken in dat besturingssysteem verweven. Ja, dat was er nog niet, dat zit er nu wel in. En telefoons die het hebben, die kunnen zo'n beetje alles en hun moeder delen via NFC. Dus je kan niet alleen contacten delen, maar ook video's, foto's. En je kan betalen via NFC. Er zit een wallet application in, waarmee je creditcardgegevens in kan voeren. En dan kan je
bijvoorbeeld bij Microsoft-diensten die direct betalen, maar ook, en in Nederland werkt dat helaas nog niet, je kan dus ook, op het moment dat je een creditcard hebt gekoppeld, als je bij een winkel komt die NFC-betaling ondersteunt, hou je telefoon tegen het betaalapparaat aan en dan betaalt die automatisch via die wallet-app met NFC. En dat is, ja, ik vind het echt heel erg jammer dat dat nog niet in Nederland kan, want dat is natuurlijk wel echt een van de toffere mogelijkheden van wat met near-field communication mogelijk is. Ja, maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen als URL's delen. Ik kan me zo voorstellen dat waar je nu overal en nergens QR-codes ziet, dat je in de toekomst gewoon NFC-zendertjes hebt, dat je je telefoon ergens bij in de buurt houdt en je krijgt meer informatie over het product wat je in de winkel aan het bekijken bent. Ja, precies. Dat is ook een van de dingen die expliciet wordt ondersteund. Ja. Een van de slimmigheidjes die erin zit is een kids corner. En dat vind ik nou echt iets van, waarom heeft geen enkele telefoonfabrikant daar eerder aan gedacht? Ja, het is noemen het kids corner, maar het is eigenlijk gewoon een soort gastmodus op je toestel. Je kan het voor kinderen gebruiken. Standaard zit er een lockscreen op de telefoon. Je ziet er hier eentje. En als je daar voorbij wil, dan moet je een pincode in toetsen. Dan heb je volledige beschikking over alle functies. Maar je kan vanuit dat lockscreen, als je die kids corner aanzet, ook opzij. Dan krijg je een tweede lockscreen en daar kan je gewoon direct doorheen. En achter dat lockscreen kan je dan een bepaald aantal applicaties selecteren waarvan je zegt, die mogen altijd gebruikt worden. En dat is bijvoorbeeld handig voor je kinderen, maar ook voor als je iemand anders met je telefoon wat wil laten opzoeken. Bijvoorbeeld op internet of een spelletje wil laten spelen, zonder dat ze dan meteen bij al je data kunnen. Dat betekent dus gewoon voor je kinderen zet je daar al je spelletjes neer, maar de optie om te bellen zit er niet in. Dus als je je kinderen nu een iPhone geeft, moet je toch altijd even een beetje mee blijven kijken of ze niet per ongeluk je baas gaan bellen door wat onhandige toetsen aan te slaan. Ja. En nu kun je het eigenlijk veilig geven, wat anders gaan doen en kan er niks geks gebeuren. Je kan gewoon niks. Je kan de apps waarvan jij hebt gezegd dat het mag, daar kunnen ze bij en voor de rest niks. Ja. Ook flink aangepast is de fotofunctionaliteit. Nu is dat sowieso de afgelopen jaren bij de meeste smartphones het gegeven waarmee de fabrikanten zich echt willen differentiëren van de rest. Microsoft en daarbij ook HTC hebben ook echt gewoon alles aan gedaan om de fotofunctionaliteit van Windows Phone 8 flink te verbeteren. Onder andere het snel foto's kunnen maken vanuit lockscreen is verbeterd. Maar het foto's maken aan zich gaat ook een stuk slimmer. Ja, een van de belangrijkste dingen die nu is veranderd is dat je kan pinzoomen. Dus voorheen had je zo'n slidertje, zo'n plus-min knop in beeld waar je op moest klikken om in te zoomen. Dat kan nu gewoon door je vingers van buiten naar buiten of naar binnen te bewegen. En een ander ding wat ze hebben toegevoegd, dat zijn lenses, zoals Microsoft dat noemt. Dat zijn een soort apps die dan weer vanuit de foto-app worden opgestart. En ja, waar je allerlei hippe dingen mee moet gaan kunnen. En ik zeg moet gaan kunnen, want er zit nu alleen maar Bing Vision in. Ja. Ja, en dat is een soort QR-code lezer. Dus kan QR-code en barcodes lezen. Maar doet hij wel heel snel? Doet hij heel snel en dat werkt als een trein. Maar ik snap eigenlijk niet helemaal waarom dat vanuit de camera-app moet. Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk handiger is om dat gewoon los te hebben. Maar goed, het grotere beeld van wat ze daarmee willen gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Want dit is de enige lens-app die momenteel beschikbaar is. Ja. Dus ja, ik hoop dat daar meer voor beschikbaar komt en dat er ook wat echte camera-achtige. Ik bedoel, als er een lens-achtige Instagram-functie is, kan ik me voorstellen dat dat wel heel erg handig is. Het zou iets kunnen zijn waar bijvoorbeeld een club als Layer op kan inhaken. Ja, het is gewoon echt. Het zijn apps die bovenop de camera-app liggen, om het zo maar te zeggen. Ja. En het zal aan de ontwikkelaars liggen hoe interessant dat daadwerkelijk wordt. Ja. Dan Internet Explorer 10. Laten we eerlijk zijn, in Windows Phone 7.5 zat nog Internet Explorer 9. En dat was eigenlijk echt de Achilleshiel van dat toestel. Toch echt heel veel HTML5 trucjes werkten gewoon niet. Er zijn genoeg sites die als je een Windows Phone 7.5 toestel bekijkt, dat ze er gewoon net niet helemaal lekker uitzien. De engine in Windows Phone 8 is dus Internet Explorer 10 helemaal bij de tijd. En eigenlijk zien alle websites er ook gewoon goed uit. Alles, het is wat je zegt, het deelt de basis met de Internet Explorer engine van de desktop. En alle HTML5, maar ook alle andere W3C-functies die je tegenwoordig verwacht, die worden gewoon ondersteund. Ja. En dan één ding wat bij de nieuwe iPhone een stuk slechter was geworden, namelijk de kaartenfunctie, is bij Windows Phone 8 juist een stuk beter geworden. Uiteraard, Windows Phone 7.5 had al kaarten, maar daar gebruikte Microsoft een eigen dienst voor, Bing Maps. En voor Windows Phone 8 hebben ze toch bij een van hun partners zijn ze gaan winkelen. Ja, het is eigenlijk Nokia Maps wat er nu in zit. Het heet nog steeds Maps, maar het is Nokia Maps. Ja, dat heeft gewoon goede kaarten, goede functionaliteit, ook mooie luchtfoto's erbij. En de mogelijkheid om kaarten offline te gebruiken. Dus je kan gewoon een kaart van bijvoorbeeld Nederland downloaden, in je toestel zetten. En ook op het moment dat je geen 3G-verbinding hebt, en het is met name handig als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat waar je dure 3G hebt, laat je bijvoorbeeld gewoon heel Europa, Frankrijk erin en dan heb je die kaart lokaal in je telefoon zitten. Ja, en dat is echt een voordeel, hè? Want zowel bij iPhone als bij Android heb je gewoon geen mogelijkheid om met een gratis functionaliteit offline maps te downloaden. Nee, en dat zit nu dus wel standaard gewoon in Windows Phone 8. Ja, dan een aantal andere dingen. Vrijwel tegelijkertijd met de introductie van Windows Phone 8 komt Microsoft ook met Xbox Music. Nou, dat is hun eigen online muziekwinkel, maar ze hebben tegelijkertijd ook een Spotify variant gemaakt zelf, waar je dus op die toestel ook heel makkelijk in een bijna onbegrensde bibliotheek van muziek kunt grasduinen. Ja, want voorheen zat er wel mix music in
in Windows Phone. Waarbij je dus een soort radiostations kon beluisteren, maar niet echt de top 40 muziek op het moment dat jij het wilde. Nou, dat zit er nu wel in, betaald. Dus je kan of hele albums of per nummer downloaden. Ja. Wordt dan ook meteen in de cloud beschikbaar gesteld, zodat ook op je andere apparaten waar je Windows-account in zit, waar je Microsoft-account is ingelogd, ook beschikbaar is. Ja, inderdaad, wat je zegt, en een eigen Spotify-variant. Ik heb er zelf nog niet heel veel mee gespeeld, maar het werkt ongetwijfeld. Ja, en de naam Xbox is al even gevallen. Ook leuk, Smart Glass. Ja, dat is een nieuwe feature. Dat is eigenlijk een soort tweede scherm. Een tweede scherm is natuurlijk helemaal hip. Het is een mogelijkheid om van je telefoon of ook van je Windows 8 apparaat kan het ook, een tweede scherm te maken bij je Xbox. Dus op het moment dat je aan het gamen bent, kan je dan extra informatie op je telefoon krijgen. Het hangt heel erg af van de games of daar al iets voor beschikbaar is. En wij hebben er wat mee gespeeld op de desktop en dat was eigenlijk nog niet heel erg veel tot nu toe. Maar ik bedoel dat Microsoft heeft wel aangekondigd dat alle games die ze in ieder geval zelf voor de Xbox gaan uitbrengen, vanaf nu ook allemaal zo'n second screen, zo'n smart glass functionaliteit krijgen. Dus dat kan wel hard gaan. Ja, de vraag is alleen hoe nuttig is het? Ik bedoel, krijg je er zeg maar wat een veredelde website op met wat informatie, dan is het minder nuttig als wanneer je bijvoorbeeld echt een tweede scherm met een ander point of view erop te zien krijgt. Dat zou natuurlijk wel echt cool zijn. Ja. Dat was bij Windows Phone 7.5 was één ding echt onbegrijpelijk. En dat hebben ze gelukkig opgelost. Dat was namelijk dat voice apps, ofwel bellen via internet applicaties, die konden niet actief blijven. Dus zelfs Microsoft's eigen Skype, dat was een mooie Windows 7.5 app van. Maar je kon alleen gebeld worden zolang die app daadwerkelijk actief is. En als je de app afsloot, dan kon je niet meer gebeld worden. Ja. Dat was ook de reden waarom clubs als VoiceBuster nooit een Windows Phone app compleet gemaakt hebben. Die dachten, ja, dat is echt volstrekt onzinnig. Ja. En gelukkig, voice apps kunnen bij Windows 8 ook gewoon daadwerkelijk op de achtergrond blijven draaien. Ja, dan moet het wel aangepast zijn, dus gemaakt voor Windows 8. Maar inderdaad is het nu mogelijk om ook niet alleen voice apps, maar bijvoorbeeld ook applicaties die van de GPS gebruik maken. Die kunnen ook op het moment dat ze niet op de voorgrond staan, toch de GPS actief houden. Zodat op het moment dat je weer terug switcht, je gelijk weer weten waar je was. En dat kan dus ook met voice apps inderdaad, wat je zegt. Ze kunnen gewoon op de achtergrond verbinding blijven houden. Waardoor je ook op het moment dat je in de browser zit of willekeurig iets anders aan doen en gewoon Skype gesprekken kunt krijgen. En dat is wel echt veel handiger. Ja. Microsoft belooft ook verregaande integratie met Skype. Dus dat je ook vanuit je People Hub direct kan kiezen. Ik wil mensen niet via een normale gsm-verbinding bellen, maar via Skype. Ja, sterker nog, andere voice apps kunnen daar ook weer op inhaken. Dat is weer een beetje dat alles bij elkaar brengen idee. Precies. Dus gewoon vanaf je contactenlijst kun je zeggen, hoe wil je hem bellen? Via Skype of via Tango of via VoiceBuster of gewoon nog eens ouderwets via de normale telefoon. Ja, alleen wij nemen dit op voordat Windows Phone 8 officieel wordt gelanceerd. En op dit moment is die nieuwe app ook nog niet beschikbaar. Dus de nieuwe Skype app is er nog niet, dus we hebben het niet kunnen testen. Ja. Nou, dan nog even tenslotte. Microsoft probeert dat Windows Phone natuurlijk toch ook nog een klein beetje als zakelijk product op de markt te zetten. En een van de dingen die natuurlijk opnieuw is geïntegreerd, dat was bij Windows Phone 7.5 ook al, is volledige Office Suite. Word, Excel, PowerPoint, ook OneNote heb je tegenwoordig mobiele applicaties voor. Ja, en daar kunnen we volgens mij wel van concluderen dat die gewoon echt goed werken. Ja, dat werkt als een trein. En OneNote is nou ook losgehaald. Die kun je als losse app op je desktop vastzetten om heel snel notities te maken. Notities die je dan ook weer kan delen, zowel via mail, maar bijvoorbeeld ook weer via NFC kun je dat soort notities delen. Ja, en voor de rest is ook de beveiliging helemaal zoals je van een zakelijke telefoon zou verwachten. Want ja, daar heeft BlackBerry toch wel echt gaten laten vallen de laatste tijd. En daar wil Microsoft graag inspringen. Ja. Nou, dan nog heel even het toestel. We hebben dat nog niet uitgebreid getest, dus we kunnen nog niet alle ins en outs geven qua benchmarkresultaten of accuwerktijd. Maar een eerste conclusie moeten we toch wel kunnen maken. Ja, nou, we hebben er geen accutest mee gedaan, maar ik ben uiteraard wel inmiddels bijna 3-4 dagen mee aan het spelen. En hij doet het echt super lang op een accu. Ook al ben je er intensief mee bezig, houdt hij het makkelijk een dag vol. Dus dat is echt positief. Nou, zoals ik al zei, hier zit zo'n Qualcomm Dual Core Snapdragon S4 in. Echt razendsnel. Ik bedoel, we weten al van Windows Phone dat het niet het zwaarste besturingssysteem is. Nee, dat draait op single core processors eigenlijk al best vlot. Ja, en hier draait het echt waanzinnig snel op. Je hoeft nergens op te wachten. Dat is echt heel fijn. Het scherm is heel erg mooi. 1280x720. Goede scherpte, maar ook een heel mooie kleurweergave. Ja, en het toestel ziet er ook gewoon wel strak uit. Het doet mij wel een beetje denken aan de Nokia Lumia's, moet ik zeggen. Ik vind het niet heel erg origineel qua ontwerp. Deze kleur blauw is ook niet mijn eerste keuze zijn, moet ik zeggen. Nou, hij is in verschillende kleuren beschikbaar. Wel allemaal lekker felle kleurtjes. Ja. Maar ja, het is een mooi toestel. Hij voelt lekker aan. Hij is dus heerlijk snel. Maar wat je zei, we zijn er nog niet heel uitgebreid mee aan de slag. Dus dat een uitgebreide review gaat nog volgen. Ja, en een uitgebreid artikel over het Windows Phone 8 besturingssysteem vind je inmiddels op onze zustersite windowsinfo.nl. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Woensdag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Het startmenu, dat ding links onderin bij Windows 95 tot en met Windows 7, dat is niet meer. Dit komt er voor in de plaats. Jij zei het al, dat is wel belangrijk om inderdaad even te realiseren. Al die vakjes, tiles.